Cambuur wie te sterk voor Heracles en kamel gauw op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van El Macrini. Lucas Bijker kreeg de nieuwe rode kaart en Cambuur moest verder met zijn man. Het kon een kantelpunt zijn en ik denk dat het gelukkig niet is geworden. We hebben gewoon als collectief gewoon wat compacter gingen we voetballen met één diepe spits. En met vier jongens op middenveld en vier achterin. En ja, dat deden we heel goed. En eigenlijk veranderde er in het spelbeeld helemaal niks. Jullie bleven gewoon baas. Ja, precies. We bleven absoluut de baas op het veld. In de tweede helft wie Cambuur nog vierstens te sterk voor de tegenstander. En de Leeuwarders roen nu naar 0 treien. Kelvin McIntosh en nog eens El Macrini maken de oren doelpunten. In 1996 stier Cambuur voor het laatst in de kwartfinale. Ah, mooi. We schrijven nu alleen maar geschiedenis. Jullie schrijven alleen maar geschiedenis. Dat is alleen maar leuk en heel mooi. En ja, overwinter in de beker. En ja, we zullen zien wie we nu gaan loten. En we moeten gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En Zwolle is nu de volgende wedstrijd waar we nu naar moeten kijken. En dan zien we het wel. We moeten zagra in die beker voor de club en voor de supporters. Maar ik voor uzelf natuurlijk. Om een keer overwinteren in die beker. En als er op deze... Dat is een heroïsch ding, hè? Als met Simon vanaf de 24e of 30e minuut wordt weer. Het weer de 24e minuut. 24e minuut en dan met Simon en dat is dan zo spielend en zo overtuigend gewoon die wedstrijd winst.